ik ben op vakantie geweest. Samen met mijn vriendin, lekker 10 dagen ontspannen, lekker aan het strand. Uit eten, zon, zee. En ik ben eventjes in het noorden geweest. Mijn familie is bij mij geweest. En ja, op die manier heb ik een beetje op kunnen laden. Ik ben natuurlijk wat langer doorgegaan met het Nederlands elftal. En, ja, ik had er weer veel zin in om te beginnen. De laatste paar dagen voordat de training weer begon. Het was een rumoerig jaar, maar ook een heel leerzaam jaar. Vooral omdat we met een heel jong team veel dingen hebben meegemaakt. We hebben natuurlijk een hele goede start gehad. Daarna een wat mindere periode en, waarin we best wel ver zijn weggezakt. En dat we uiteindelijk nog 4e zijn geworden, dat is wel goed. Maar we stonden ook, ik denk, 4 of 5 wedstrijden voor het einde vlak bij de 2e plek. Dus ja, het had ook hoger uit kunnen vallen. En, voor mezelf was het ook een leerzaam jaar, mijn eerste jaar bij PSV. Een blessure gehad, ik ben er eventjes uit geweest, dus het is ook met ups en downs gegaan. En ik denk dat dat een beetje hetzelfde was als met het team. En, ja, dan moeten we dit jaar anders doen. Met dit team willen we heel graag meedoen om de eerste plek en willen we graag kampioen worden. En, daar doet iedereen alles aan en ik denk dat dat... na vorig jaar dat beseffen wel een stuk groter is binnen het team. En iedereen weet wat er voor nodig is, zeg maar, om een heel seizoen lang wel goed te kunnen presteren. En dat is vorig jaar niet heel het seizoen gelukt en dat willen we dit seizoen wel doen. Ik wil zorgen dat ik mijn plek behoud en dat ik mijn kwaliteiten uitbouw en dat ik belangrijk kan zijn voor het team dit jaar. En daarbij de verdediging kan helpen en eigenlijk heel het team.